Hoi, mijn naam is Roy en ik heb voor bij jou deze mooie cirkelzaak ontvangen. In de volgende video ga ik jullie wat instructies geven en ga ik uiteindelijk mijn mening geven over wat ik van het product vind. Dus ik zie jullie zo. Nou, dit is de cirkelzaag van de Ryobi. Het komt standaard met een mooi zaagblad. Je krijgt ook een inbussleutel die je erop kan draaien. Hier heb je de afzuigkap waar je de stofzuiger op kan koppelen. Kan je ook richten als je die niet wil gebruiken. Dan heb ik hier een mooie langsgeleide. Die langsgeleide kan je eigenlijk via de zijkant erin steken. En daar kan je uiteindelijk de afstand op bepalen. Ik zal zo meteen even laten zien hoe je dat kan beslissen. Hier draai je uiteindelijk het boutje los zodat je hem er verder in kan draaien. Nou, hier duid ik ook de centimeters aan, hoeveel je er vanaf wil zitten, dat wordt uiteindelijk jouw zaagafstand. Dus dan kan je uiteindelijk mooi de afstand bepalen. Mooie beschermkap. Hier geef ik uiteindelijk aan waar die uiteindelijk gaat zagen. Dus aan de rechterkant van het streepje komt uiteindelijk de zaag eruit. Dus daar moet je uiteindelijk even rekening mee houden als je gaat zagen. Hiermee kan je de diepte van de zaag instellen. Dus eigenlijk hiermee kan je de platform kan je instellen, hoe diep je hem op het zaagblad wil hebben. Dus als je een dunne plaat hebt of als je een klein stukje maar wil inzagen, kan je vanuit hier kan je mooi diepte bepalen. En ik altijd weer eventjes vastzetten, zorgen dat hij niet los zit. Nou, hier hebben we de gradenhoek. Dus als je uiteindelijk een schuine zaagkant wil maken, kan je hem uiteindelijk van 0 tot 45 graden kan je hem instellen. Daarna ook altijd weer vastdraaien, zodat hij niet weg gaat schieten. Nou, in deze video ga ik laten zien hoe ik hem uiteindelijk in 30 graden kan zetten. Dus zoals je kan zien, ik heb hem op 30 graden hoeken gezet. Zorg dat het platform recht op het hout komt. Vanuit daar kan ik hem gewoon zagen. Nou, ik zal zo meteen plankje weer loshalen. Dan kan je zien. Uiteindelijk heb ik een hele mooie 30 graden hoek erin gezaagd. En de zaagsnede is gewoon perfect. Uiteindelijk geen karteltjes. Mooi in een 30 graden hoek. Hier nog even een demonstratie. Hoe ik uiteindelijk een paar zaagsnedes achter elkaar maak. Dan kan je zien hoe snel dat uiteindelijk gaat. En hoe recht. En dat de machine eigenlijk vrijwel geen probleem heeft om door het hout heen te komen. Als je het mij vraagt, is het zeker een aanrader. Ik heb er echt heel veel plezier van. Het gaat mij zeker heel veel helpen bij de projecten die ik thuis aan het doen ben.